Ja, dit is een Peugeot. Een luxe Peugeot. Comfortabele Peugeot. Maar eigenlijk is het een bedrijfswagen. Dit is namelijk de Peugeot Traveller. En dat is de personenwagenuitvoering van de bedrijfsauto, de Peugeot Expert. Ja, en die Traveller, dat is dus een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persoons auto. Dit is dus de perfecte MPV. Nou heb je natuurlijk auto's als een Opel Zafira of een Citroën Gran Picasso. Peugeot 5008, laat ik hem vooral niet vergeten, die haal ik vandaag op. Ik breng deze Traveller vandaag terug. Maar dit is gewoon eigenlijk de allerruimste auto die je maar kan wensen als bijvoorbeeld een gezin met 4, 5, misschien wel 6 kinderen. Vrij uniek denk ik, 6 kinderen, maar gezinnen die zullen de Traveller gewoon fantastisch vinden. Zelfs hier achterin zit ik gewoon als een koning. Ik heb heel veel beenruimte, ook in de breedte kom ik gewoon beslist niks tekort. Heel mooi panoramadak, ik kan het ook verduisteren mocht de zon iets te fel worden. Ik heb ventilatieroosters hier achterin. Ik heb hier 2, in het midden 2 en daarvoor aan nog 2. Aparte airco kun je voorin als bestuurder of bijrijder in- of uitschakelen. Ja, ik heb hier bekerhouders, 12 volt aansluitingen, overal eens over nagedacht. Dit is gewoon perfect. En ook de instap is niet onhandig. Met één trek aan een schakelaar onder de zitplaats klap ik deze naar voren, kan ik vrij gemakkelijk naar buiten. Jammer is wel dat de passagier voor mij dan de deur open moet doen, maar goed, dat lijkt me vrij logisch. Elektrische deuren. Eén druk op de knop is voldoende om deze gigantische schuifdeur een optie te openen. Maar papa en mama willen natuurlijk niet inleveren op het gebied van rijcomfort. Dat hoeft dan ook niet. De Traveller is voorzien van onafhankelijke wielophanging rondom. Geen starre achteras, geen bladveerconstructie, gewoon een deugdelijke wielophanging. En dat is fijn. De Traveller rijdt heel zeker, ligt goed op de weg, helpt niet overdreven over. En wat ik persoonlijk heel prettig vind, is dat je toch nog best wel wat moet sturen eer die auto wat doet. En dat klinkt misschien stom wat ik zeg, maar een directe stuurinstallatie op een auto met deze hoogte, dat is 1,90 meter hoog, is 5 meter lang, is behoorlijk breed, breder dan een Volkswagen Transporter zelfs. Ja, dat wil niet sportief de bocht om, dus ga dat dan ook niet forceren met bijvoorbeeld een hele directe stuurinstallatie. Nou, dat heeft Peugeot dan ook niet gedaan. Hey, ik moet best wel wat draaien aan dat stuurwiel eer die auto iets doet. Ik vind dat fijn. Daarnaast is de draaicirkel ook lekker kort, ook heel prettig. En de zitpositie, ja, ik denk dat je niet snel beter kan zitten in een busje als in de Expert. Je zit hoog, maar omdat het dashboard ook vrij hoog is, krijg je dezelfde ervaring als in een personenauto. Dus je zit wel een klein tikkeltje op de bok, maar dat heeft dan eigenlijk te maken vooral met het stuurwiel. Dat is vrij vlak, dat ligt een klein tikkeltje recht. En ik vind persoonlijk had voor mij het stuur wel ook axiaal verstelbaar mogen zijn. Ik kan wel in de hoogte kan ik hem verstellen, maar als die ook axiaal verstelbaar zou zijn geweest, had ik hem wat verder naar me toe kunnen trekken. Maar goed, dat is echt een detail, want ook hier kan ik prima mee leven. Op één gebied heb ik commentaar op het gebied van ergonomie. Echt het enige. En dat is als je een nette schoenen aan hebt, laten we zeggen met een iets langere punt, of vrij brede schoenen, dan zit je wel te hannissen met die pedalen. Het rempedaal is namelijk nogal fors, het rempedaal is ook heel breed. En het kan dan ook gebeuren dat je in plaats van het gaspedaal, het rempedaal even aantikt. En dat is niet echt prettig. Ook op andere gebieden is de Traveller meer een personenauto dan een busje. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de veiligheidsuitrusting. Zo is die standaard voorzien van een stabiliteitssysteem. Zo kan je dus niet in de slip raken. Uiteraard ABS, een zooi airbags, etcetera. Maar je kan hem ook nog eens uitrusten met zaken als een dode hoek systeem. Dat zit bijvoorbeeld op deze auto. Die bewaakt even de dode hoek. Best prettig, want ik vind persoonlijk de spiegels net iets te smal. Ze hadden voor mij wel iets
tevreden mogen zijn. Maar goed, dat dode hoekbewakingssysteem ja, grijpt dan even in op het moment dat ik niet goed oplet met een lichtsignaal in de buitenspiegel. Je kan hem krijgen met zaken als een autonoom remsysteem, ook heel modern, en zelfs iets als een adaptieve cruise control en een rijstrookassistent. En dat zijn echt wel features die je ja, vandaag de dag heel veel vindt op personenauto's. Maar Peugeot brengt ze dus ook naar dit segment. De ja, MPV, ja, ik vind het eigenlijk, het is wel groter dan een MPV. Het is gewoon een 8-persoons busje, maar wel een hele luxe bus. Daarnaast heeft Peugeot er ook voor gekozen om de Traveller beschikbaar te maken met Grip Control. En Grip Control, dat is het systeem dat Peugeot gebruikt om meer tractie te krijgen uit puur voorwielaandrijving. In combinatie met het stabiliteits- en het tractiecontrolesysteem gaat dat systeem, waarmee je kan kiezen voor modi als sneeuw, modder, zand of gras. En je kan het ook dan helemaal uitschakelen, weer een beetje lol hebben. Wie zal dat doen, maar goed, dat kan. Dan gaat het met het ESP en de tractieregeling zorgen dat er zoveel mogelijk grip wordt verkregen uit enkel de voorwielen. Hij zal waar nodig sperren, hij zal daar net iets meer slip toelaten of daar juist niet. En net in de sneeuw is het niet echt fijn als een tractiecontrole continu ingrijpt, waardoor je juist niet wegkomt. En dan zal de Peugeot zal het toelaten. Ja, en dan is het ook nog eens een vrij betaalbare optie van om en nabij de €300. En uiteraard kan een moderne auto niet zonder een modern multimedia en navigatiesysteem. Nou, de Traveller is dan ook leverbaar met dezelfde systemen die we vinden in de moderne personenauto's van Peugeot. Een systeem dat zelfs werkt met Apple CarPlay of Mirrorlink, waarbij je het scherm van je telefoon kan reproduceren op het touchscreen hier in het midden. Dit werkt ontzettend goed, heel overzichtelijk. Het geluidssysteem is ook prima, verwacht hier niet flinke bombastische geluiden en een discotheek. Maar het is dan wel leuk om te weten dat de Traveller ook leverbaar is met een optioneel audiosysteem in de vorm van een subwoofer en nog meer luidsprekers. En dat is ook wel een leuke optie. En dan de motoren. Nou, de Traveller is uiteraard alleen verkrijgbaar met dieselmotoren. Je begint met een 1.6 diesel. Die is dan ook leverbaar bijvoorbeeld in combinatie met een 6-trap sequentiële automaat. Dus dat is zo'n ja, gerobotiseerde handbak. Daar moet je van houden of je moet ermee overweg kunnen gaan. Ik persoonlijk vind het niet zo'n groot probleem. We zagen die automaat kwamen ook tegen bijvoorbeeld in de Peugeot 508 hybride versie. Maar ja. De lekkerste versie die je eigenlijk wilt, en joh, die auto die wordt toch zwaar belast dankzij de BPM en ons belastingstelsel. De lekkerste combinatie, daar rijd ik niet in, dat is de 2 liter Blue HDI motor. Werkt met AdBlue, dus het is een hele schone motor. In combinatie met een volwaardige EAT6 zestraps automaat. Ja, dit is gewoon een aandrijflijn die we bijvoorbeeld ook vinden in de 3008. De nu net gefacelifte 308 wordt ook beschikbaar met deze motor. 180 pk, dik 400 Nm aan koppel en dan zo'n fijne conventionele zestraps automaat die zich nooit verslikt, altijd goed schakelt, altijd in de juiste versnelling staat bij bocht uit bijvoorbeeld. Dit is gewoon, ja, je staat hiermee echt, ben je gewoon het mannetje. De Traveller gaat dan ook gewoon in 9,8 seconden naar de 100 en ik kan je vertellen, dat is voor een busje echt heel vlot. Wat er ook aan meewerkt, aan bijvoorbeeld zo'n acceleratiecijfer, is dat de Traveller vrij ja, licht van constructie is. Hij weegt maar 1640 kilo. Terwijl een Volkswagen Transporter, ja, die gaat er al ruim overheen qua gewicht. Dus hij is vrij licht gebleven qua constructie, die Traveller. Als particulier betaal je voor zo'n geel gekentekende Traveller dan ook 440 tot €450 wegenbelasting per kwartaal. En dat klinkt als een heel veel geld, maar dat is hetzelfde wegenbelastingtarief als dat jij betaalt voor bijvoorbeeld een D-segment auto met een flinke dieselmotor. Die gaan ook al gauw over de 1600 kilo heen. Dus dat is echt wel een goede gewichtsbesparing dat de Peugeot heeft bewerkstelligd. Daarnaast is het goed om te weten dat de 180 pk sterke motor, inclusief de 8 zitplaatsen en die automaat, mag die nog steeds 2000 kilo voortrekken. Ja, een grote Tabbert erachter, met het hele gezin in de Traveller. Fantastisch, kom maar op met die vakantie. Fijn is ook dat die auto, zonder caravan weliswaar, bij mij een testverbruik heeft gehad van 1 op 14. 1 liter op 14 kilometer met een
personenbus voor 8 personen met zo'n dikke dieselmotor, comfortabele automaat en alle luxe die je maar kan wensen, dat is echt een heel net verbruik. Overigens is het ook grappig dat je in een personenbus als de Traveller in combinatie met deze automaat en dieselmotor kan flipperen. Wie doet dat in een personenbusje? Nou, het kan wel. En dan ook zeker met het oog op bijvoorbeeld het rijden in bergachtig gebied is het ook wel nodig. Want je hebt geen L-functie. Je kan hem niet zomaar met die automaat poken. Want het is een draaiknop. Kan je hem niet vastzetten in een versnelling. Dus die flippers zijn wel nodig. Maar dat is toch een leuk detail. Joh, ik heb in mijn busje heb ik ook schakelflippers. Dat is Max Verstappen. Veiligheid echt heel hoog op het wensenlijstje van Peugeot stond, is ook te merken aan een systeem als Peugeot Assistance en een SOS-knop. Die zitten hierboven verwerkt in een unit in het plafond, naast de leeslampjes, mooie LED-leeslampjes, vind ik ook altijd wel een heel leuk detail. En daarmee sta je direct in verbinding met Peugeot, als je bijvoorbeeld pech hebt of een lekke band of dat soort zaken. Zij zien dan ook direct wat er aan de hand is, of je eventueel een storing hebt in de auto, waar je staat, op basis van de coördinaten. Dus dat werkt ook wel heel prettig. Is er daarnaast echt iets gebeurd, krijg je een ongeval, een noodsituatie, dan zit er zelfs een SOS-knop. Heel veilig idee. Ja, ook al ben je dan bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen, dit werkt met een eigen simkaart, je telefoon bijvoorbeeld kwijt. Je krijgt een klap, weet ik veel wat, die telefoon is, vliegt door die auto heen, ligt ergens achterin en je kan hem niet vinden. Dan zit hier altijd op een vaste plek die SOS-knop. De auto waarin ik nu heb gereden de afgelopen week, dat betrof de Peugeot Traveller Business. Leuk is echter ook dat die ook leverbaar is als Traveller Business VIP. Dan verlies je in principe 2 zitplaatsen. 8 zitplaatsen is dan nog steeds mogelijk, want de optie voor een derde zitrij in combinatie met een bank blijft gratis leverbaar. Maar in de Traveller Business VIP krijg je een opstelling van 2 stoelen helemaal achterin. 1-2 stoelen in het midden. Die zijn dan opgesteld als een soort vergaderruimte met daartussenin een optionele vergadertafel. Kijk, dan wordt het echt chic. Dan krijg je ook een chique shuttle service gevoel bij heel die auto. Een vergaderruimte op wielen. Ik moet dan ook daarbij stellen dat het ontwerp van heel die Traveller past daar ook wel bij. Het is een hele chique bus. Die overigens niet zo heel groot oogt aan de buitenkant. Want ik zeg al, hij is breder dan een Volkswagen Transporter. Maar zet je hem naast een Transporter, dan lijkt die Transporter, ja, echt Duits, hè? In your face, qua design, grotesk. Terwijl die Traveller die oogt een beetje petit. Terwijl hij dat niet is. Het is echt een riante bus qua binnenruimte. Dus dat is allemaal, ja, een heel grappig vergelijk eigenlijk. Maar in combinatie met vrij licht metaal, een mooie donkere lakkleur, misschien wat chroomaccenten her en der. Je kan hem krijgen met xenonverlichting in het vooronder. Dan is dit wel echt een hele chique, representatieve bus. Ik als hoteleigenaar, 3 van die busjes, nou, toch wel een chique hotel zijn, een goed lopend hotel denk ik ook. Maar dan met mooi hotel versteeg, zo aan de onderkant bijvoorbeeld. Ik zie het wel zitten hoor. Ik vind dit wel echt een hele nette representatieve bus. En dan zeker met bijvoorbeeld lederen bekleding, zaken als stoelverwarming, zo'n vergaderruimteopstelling achterin. Nou, dan ben je wel echt het mannetje. Maar ja, er zit een grote maar aan. En dat is al, zoals ik al eerder zei, ons belastingstelsel. Ja, die straft dit soort busjes met zo'n dikke motor vanwege de CO2-uitstoot, het wat hogere verbruik op papier. Ik vind hem in de praktijk echt wel heel zuinig voor een degelijk busje. Ja, die straffen zo'n personenbusje gewoon af op fiscaal gebied.
instappen in de Traveler doe je dan ook vanaf 50.000 euro. En dat zijn een hoop centjes. Voor dat geld heb ik ook een hele dikke Grand Picasso van Citroën. Een hele dikke Safira. Ik weet nog niet of ik dan ook een hele dikke dieselmotor in het vooronder heb. Dat vind ik dan weer vraag 2. Maar de versie waar ik nu in rij met al zijn opties. En dat zijn best wel wat opties. Ik zal even het lijstje erbij pakken om wat specifieker te zijn. Momentje. Leuk wachtmuziekje misschien. 17 inch velgen met grip control en all season banden. Een parkeerhulp voor en achter met sensoren voor de dode hoekbewaking. Dat zit dus in dat pakket voor de parkeerhulp. Een camera. We hebben een soort van 360 graden beeld dat creëert met één camera. Dus je moet eerst een stukje achteruit hebben gereden. Wil je echt zien wat hij doet. Extra zijschuifdeur links. Een vrij betaalbare optie van 484 euro in de BTW. Want standaard krijg je hem dus wel rechts. Maar optioneel kan je hem dus ook links krijgen. Nou, deze auto heeft dat dus ook. Twee volledig elektrisch bedienbare zijschuifdeuren. We zien daarnaast een tweede en derde zitrij in 2-3-1-3 configuratie. 1000 euro. Extra getint privacy glass. Ik vind het wel heel chic. Panoramisch vast glazen dak met twee jaloezieën. 1815 euro. Maar dan krijg je wel ook die airco unit daarboven erbij. Ja, en navigatie. In totaal kost deze Traveler dan ook 70.000 euro. En dat zijn een hoop centjes. Echt een hoop centjes. Zeker voor grote gezinnen. En daar heb je dan ook meteen zijn Achilleshiel ontdekt. Want ja, 70.000 euro is denk ik niet op te brengen voor gezinnen met 4, 5 kinderen. Ja, als er misschien een extra hypotheek wordt afgesloten als papa hele goede baan heeft. Maar dat blijft toch echt een hoop centen. Zou het dan ook misschien niet slim zijn als onze belastingdienst of onze regering misschien van die hele grote pick-ups met 5 zitplaatsen en een laadruimte die nooit wordt gebruikt fiscaal wat minder aantrekkelijk maakt voor zakelijk Nederland. Want zo'n pick-up past eigenlijk niet bij ons in Nederland. Stel, je kind steekt over en er komt zo'n pick-up aan. Nou, het is einde verhaal. Maar dat ze misschien hele grote gezinnen wat minder gaan belasten. Dat ze misschien wat subsidie krijgen op zo'n busje. Dit klinkt misschien tricky wat ik nu zeg. Maar ik denk dat het niet eens een heel slecht idee is. Het lijkt mij wel ja, een hele goeie dat een jong gezin met een... Oh, ik kan hier niet af. Dat is dan een ruime extra rondje. Een jong gezin met 4 kinderen, 5 kinderen, 6 kinderen. Dat die misschien fiscaal voordeel krijgen op een auto als dit. Denk daarbij ook aan de veiligheid. Ze zitten allemaal veilig, hoog. ESP, dat soort zaken zitten erop. Zou dat niet een goed idee zijn? Maar ja, de Traveler die gaat vandaag terug naar Peugeot Nederland. En ik krijg weer een Peugeot mee. Na het succes van de video's van de 3008. Hè, ik heb de GT Line gereden en de 3008 GT in combinatie met deze dieselmotor, ook die 180 pk sterke 2 liter met die zalige automaat. Ga ik nu op pad met een 5008, de 130 pk sterke THP. Dat is dus in principe de instapmotor. Maar goed, ik ken hem uit die GT-lijn van de 3008. Dat is een heel fijn, soepel en zuinig blok. Dus dat is prima. En ook van de 5008 gaan we op pad met de GT-lijn. Volg mij dan ook op Instagram, YouTube en Facebook. Dan blijf je continu up-to-date van al het laatste autonieuws. De laatste vlogs van de testauto's waarin ik rij. Ja, en ik zie jullie daar. Heb je commentaar? Geef dat dan ook aan. Ik sta open voor kritiek. Staat ietsje niet aan? Geef het gewoon. Het blijft wel netjes. Ik heb al iemand gehad van, joh, jammer dat ik naar die kop van jou moet kijken. En ik denk van, ja, je mag best kritiek hebben. Maar laten we het wel inhoudelijk houden. Ik zie jullie in de volgende video. Doei!